Het is 4 mei, dodenherdenking. Heel toevallig hadden Ilko en ik vandaag een rondreis gepland. En eigenlijk niet eens bij stilgestaan dat het dan dodenherdenking is. Maar hoe toevallig. We zijn vandaag in de omgeving van Veldhoven bij het dorpje, het gehucht Totervoud. En daar liggen hele bijzondere grafheuvels. En die wilden we graag jullie laten zien. Dus we geven jullie een impressie, ondanks de regen en de storm, van prachtige oude grafheuvels uit de middenbronstijd. En dan moet je denken aan 1600 tot 1000 voor Christus. We hebben die hier 34 gelegen, maar in de jaren 50 hebben ze heel veel van die grafheuvels geëgaliseerd. En er zijn er op dit moment nog 16 die in het landschap liggen en ook gerestaureerd zijn. Ziet er heel mooi uit. Er is één grafheuvel, dat is grafheuvel nummer 4. Die komt uit het Neolithicum. Dus die is al wat ouder. Hoeveel jaren voor Christus is, is altijd een beetje een schatting. Mogelijk 3000 jaar voor Christus. Maar goed, we laten jullie dus een impressie zien van deze plek. Aanbeveling om hier absoluut eens een keer zelf naartoe te gaan. Wil je proeven van het mysterie van grafheuvels, maar vooral ook van de mystiek en de spiritualiteit. Die grafheuvels, dat waren plaatsen waar dus de doden, die werden gecremeerd. En die resten, die asresten en botten, die werden hier neergelegd. Er werd zand en aarde overheen gegooid en soms kwamen daar nog palen omheen te staan. En een aantal van die grafheuvels zijn dus ook gerestaureerd en dat zie je dan ook hoe dat destijds uitgezien heeft. Nou, verder maken we een rondreis rondom Eindhoven. We gaan in ieder geval ook nog naar de Sint-Valentinus-kapel bekijken. Dat is een van de plekken uit mijn boek Spirituele Plekken. En we gaan naar de grote kerk in Eindhoven. Vooral voor het deel van Ilko, waarin Ilko een bijzonder verhaal gaat vertellen. Waar ons dat toe gaat leiden, jullie gaan het allemaal zien. We gaan eerst een impressie maken van dit prachtige Totervoud en de grafheuvels. Jeez, wat een leeftijd, hè? Als je dat zo bekijkt. 1350 voor Christus, ja. Bijzondere plek, hè? Bijzondere plek, zeker weten. Ja, wat denk je? Nou, ik wou zeggen dat verleden jaar is er een groot onderzoek geweest op Veluwe over grafheuvels. En we mochten gewone mensen, amateurs, meedoen met archeologen om grafheuvels te vinden. En ze hebben er vele honderden extra gevonden, wat impliceert dat er honderdduizenden mensen meer hebben moeten leven op de Veluwe dan ze gedacht hadden. Ja, ja. En we zijn hier niet op de Veluwe, maar Brabant. En ik denk dat hier ook meer mensen hebben gewoond dan ze gedacht hebben. Omdat alle grafheuvels zijn natuurlijk nog niet gevonden. Nee. Oké. Okay. Nou, Ilko, we zijn hier eigenlijk bij een hele allee van grafheuvels. Ja. En je ziet, je ziet eigenlijk wel de schoonheid er eigenlijk ook van. Ja, dus, schitterend. Ja, ja, het is, je ziet allemaal palen, hè? En die palen, zijn die oorspronkelijk? Ja, ik weet het niet. Ik heb er geen informatie over kunnen vinden. Maar ik kan me zomaar voorstellen dat het gerestaureerd is. Okay. In die zin. En,
Laten we die kant op lopen. Ja. Maar vind jij het ook niet een bijzondere naam, Totervoud? Ja, het zou doet mij denken. Toten in Duits. En fout, dat is natuurlijk, ja, fout doet mij denken aan Wout. Misschien is die F en die V verbarsterd in de W, voelt ja. Verbarsterd in een V of een F. Mm-hmm. Maar ja, dat zou natuurlijk wel een logische naam zijn, Totervoud. Ja. He, de dode woud met al die grafheuvels hier. Ja. En je had, terwijl we hier naartoe liepen, had je het al over dat het heel erg geaccidenteerd is hier met veel heuveltjes en sporen. Ja. Ja, je ziet dat vaak in hele oude gronden, dat het nooit recht is of vlak is. En ja, wie weet wat hier allemaal onder ligt. Ik denk dat je niet wil weten hoeveel hier nog te vinden is als ze dat allemaal zouden uitgraven ja. En onderzoeken. Oké. Okay. Hey, zullen we even die allee lopen? Ja.